Hi lieve kindjes, hoe gaat het ermee? Wij gaan vandaag knutselopdracht doen in het thema Pasen. En wat hebben wij nodig is een papiertje, het liefst een gele. En anders kun je die misschien eerst geel kleuren. Een grijs potlood. Een rood potlood. En een oranje stift of een oranje potlood. En een mama's en papa's een schaar. Dan ga je eerst met het grijze potlood, donkergrijs is het, of zwart, je hand overtrekken. Dan krijg je dit. Dan vraag je of papa en mama, of oma, of iemand die bij je in de buurt is die goed kan knippen, het even uitknipt. Dan hou je dit over. Dan vouw je de middelvinger vouw je naar beneden. Dan heb je alleen nog maar de duim, de wijsvinger, de ringvinger en de pink. Dan keer je hem om. En dan pak je het rode potlood en dan maak je een klein neusje. Kijk. Zo. In het midden van het blad. Dan ga je met de oranje stift ga je 2 vishaakjes naar beneden maken. En dan wordt hij zo. Dan pak je de wijsvinger en de ringvinger. En dan maak je een soort langwerpig rondje in. Dat heet een ovaal. En die kleur je in. Zo, zien jullie al wat het wordt? En nu pak je het zwarte of het donkergrijze potlood, maak je 2 oogjes. En snorharen. En dan heb je een paashaasje gemaakt. Je kan dan nog de pink en de duim naar beneden vouwen. En dan heb je echt met armpjes een haasje. Je kan hem, zoals ik heb gedaan, aan een vaasje met paastakken hangen. Dat is leuk, hè? Ik ben heel erg benieuwd of jullie het gaan maken thuis. Als jullie het hebben gemaakt, zou ik het heel leuk vinden als ik er foto's van zie. Die kunnen jullie gewoon via de app downloaden. Naar ons toe sturen. En dan kunnen wij het allemaal zien. Nou, hartstikke leuk. En ik zie jullie snel weer.